Jacoba van Heemskerk, naturalist, antroposoof, pionier van het abstracte. Ze werd ook wel de vrouwelijke Mondriaan genoemd. Maar waar Mondriaan koos voor zuiver geometrische abstractie, behield van Heemskerk altijd figuratieve elementen in haar composities. Na haar afstuderen reisde van Heemskerk naar Parijs. Ze volgde een opleiding in het atelier van Eugène Carrière, die ook Matisse en Picasso les had gegeven. Ze ontwikkelt zich vervolgens bijna parallel aan Piet Mondriaan. Een geleidelijke verschuiving van naturalisme naar abstractie. Beide kunstenaars worden geïnspireerd door de antroposofie, de filosofische leer van Rudolf Steiner, en brengen spirituele elementen aan in hun werk. In dit schilderij, compositie nummer 23, is duidelijk te zien hoe de figuratieve elementen tot laat in haar carrière een rol blijven spelen. Bergen en zeilboten worden tot eenvoudige driehoeksvormen teruggebracht. Dus, de vrouwelijke Mondriaan? Er zijn genoeg vergelijkingen te maken, maar Jacoba van Heemskerk is een groot kunstenaar in haar eigen recht.